Yo, vandaag een laatste filmpje over hoofdstuk 5. Eigenlijk weer het allerlaatste over de Griekse wereld op vlak van leerinhoud. Dat is ook het laatste hoofdstukje dat echt over de Griekse wereld gaat. En hoofdstukje 5 gaat over een polis bestuurd door burgers en een polis. Het gaat daar over Athene. En eigenlijk deeltje 3, dus eigenlijk waar dit nu over gaat, gaat erover hoe dat al die polissen zich met elkaar verhouden. Want een polis, enkel Athene, werd bestuurd volgens democratische principes. Die anderen, waren zoals Sparta en zo, dat waren eigenlijk monarchieën, traditioneel. Dus een koningschap met een koning bovenaan. Maar hoe was die verhouding tussen die Grieken? Hoofdstuk 4 ging over alles dat de Grieken dus binnen elkaar een teken van verbondenheid door gemeenschappelijke cultuur. Maar er zit daar wel wat concurrentie tussen. En die uit zich ook vaak op het slagveld. Dat er oorlogen waren tussen verschillende polis. Dus daar ga ik eigenlijk vandaag een beetje over gaan. Wanneer zijn ze rivalen en wanneer zijn ze solidair met elkaar? We zitten nog altijd in de 5e eeuw voor Christus. Dat is eigenlijk de periode van de klassieke periode, noemt dat ook wel. Je hebt de archaïsche, de klassieke en de Hellenistische periode. En de klassiek is de tijd van oorlog, de tijd waar er wordt gezocht naar een schoonheidsideaal, maar vooral ook de tijd van de open polis. Als je meer weet wat die dingen zijn, ja, feel free om even aan de andere video's nog een keer terug te kijken, want dat wil ik nu allemaal niet opnieuw herhalen, want dat wordt een filmpje van 5 uur en ja, dat is wel lang, hè? Dus hoe komt het dat tijdens de open polis alle polis zich zo af en toe weer eens vijandig naar elkaar opstellen? Wel, daarom moet je eigenlijk vooral gaan kijken naar het karakter van de Griekse wereld, want je had daar twee stadstaten die stevast altijd voortouw zouden. Namen. En het zijn ook twee stadstaten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ten eerste heb je Sparta. Sparta zijn traditioneel zo de heel militaire, een landmacht op het land, heel sterk. Redelijk geïsoleerd op de Peloponnesos, dat is hetgeen dat je op de kaart ziet in het rood. Zo'n schiereilandje. Dat is ook wel meer een onherbergzame regio. En Sparta is vooral dus als landmacht mega goed. Dat wordt toch zo traditioneel verteld. Er wordt steeds meer en meer in twijfel getrokken of dat Sparta wel echt als landmacht zo erbovenuit stak. Maar het is wel zeker een heel Dorische stadstaat. En Dorisch, daarmee bedoel ik dat die worden gezien als de verderzetters van de Doriërs. Dat zijn degenen die de Duitse eeuw hebben veroorzaakt. Dat was een heel militair volk. Die hebben ook typisch zo die schilden met die omgekeerde V op, dat is de lambda van de regio Laconië. Dus heel belangrijk, die zijn geïsoleerd, redelijk gesloten ook wel als stadstaat. Ook al hebben ze zich wel opengesteld, maar die zijn redelijk op hun eigen gericht. En heel militair aangelegd. Vooral ook op vlak van opvoeding, die Spartaanse opvoeding, dat we ook hebben gezien in hoofdstukje 5, heeft daar veel mee te maken. Als je daar meer over wilt weten, er komt een apart videootje over de Spartaanse opvoeding, met dan puur Assassin's Creed Odyssey, want dat komt daar eigenlijk heel mooi in naar voren. Sparta stond heel vaak lijnrecht tegenover Athene. En Athene is in alles eigenlijk zo wat tegenovergestelde. Daar waar dat Sparta een gesloten stadstaat was, was Athene een heel open stadstaat. Die bloeide op vlak van handel, omdat die ook maritiem, dus op vlak van overzeeshandel, super actief waren. Die waren dan ook heel sterk in hun vloot. Die hadden een heel sterke vloot. En een van de redenen daarvoor is dat ook een van de taken was van de burgers om tijdens de oorlogen schepen te onderhouden. Athene kan je altijd herkennen aan het uiltje van de godin Athena en daar staat ook vaak een olijfboompje bij. Hier zie je ook rechtsbovenaan Aristoteles, dat is een filosoof, want heel veel bekende Griekse filosofen die hebben een band met Athene. Want Athene is ook wel de bloeiende stadstaat die op vlak van wetenschap en op vlak van denken redelijk modern en progressief was. Conservatief, dus om meer naar het oude blijven vastgrijpen, is Sparta, Athene, toekomstgericht, progressief. En dat zie je ook aan de bestuurswijze, want die laat het eigenlijk wat meer open voor meer inmenging te hebben, want daar is de democratie waar de burgers de macht hebben. Je ziet ook nog altijd heel duidelijk welk principe het best heeft gewerkt, ook al is het een beetje een vage vergelijking, maar Sparta als stad is niet meer echt zo toonaangevend, dat is eigenlijk gewoon een gehucht. En Athene is de hoofdstad van Griekenland. En dan zie je ook wel hoe dat met die twee stadstaten is verder gevaren. Ook al kun je dat niet echt wijten aan hoe dat de situatie was in Griekenland, want er zijn nog andere overheersingen geweest ook. Maar toch zegt dat wel iets over het karakter van die stadstaat. En tussen ook alle andere polis, Theben en Korinthe en zo, waren er wel vaak interne strijden, dus eigenlijk interne oorlog. En de bekendste is de Peloponnese Oorlog, die in dit filmpje ook wel besproken wordt. Dus heel vaak, als er geen externe dreiging is van buitenaf, heerst er een rivaliteit in de Griekse wereld en dan concurreren ze met elkaar om de machtigste polis te zijn op dat Griekse vasteland. Maar
Vanaf dat er externe dreiging is, dus van een niet-Grieks volk, dan heerst er solidariteit. Dan gaan die Grieken teruggrijpen naar, kijk, we hebben toch eigenlijk wel dezelfde goden, dezelfde taal, dezelfde gewoonten en normen en waarden door al die literatuur, door die mythes, door eigenlijk gewoon hun karakter in het algemeen. En bij externe dreiging dan gaan ze het samenhokken. En de bekendste externe dreiging, dat was door de Perzen. En de Perzen werden wel door de Grieken de Barbaroi genoemd. En Barbaroi wil zeggen de barbaren. Dat komt van brabbelen, maar het is al barbar zeiden, zo gezegd. Dat is eigenlijk, gelijk bij ons, bla bla bla. Dus de Barbaroi zijn eigenlijk gewoon de niet-Grieks sprekende, wat nogal arrogant is. Maar dat Griekse Rijk was wel gigantisch. Ziet dat hier ook op de kaart? Dus zo'n beige-achtige met de zwarte lijn aan de zijkant, is het Perzische Wereldrijk, kun je ook wel noemen. En in dat rood kadertje is dan de Griekse wereld. Dus eigenlijk, ja, David tegen Goliath, een heel klein gebied, de Griekse wereld dus, tegen een gigantisch wereldrijk, dat dat tegen moeten opnemen. En dat waren dus eigenlijk de Perse oorlogen. Dus vanaf dat er dreiging was van buitenaf, zoals in dit geval de Perzen, waren ze met elkaar verbonden. En dan kom ik dus eigenlijk aan de eerste Perse oorlog, want ik ga daar zo'n voorbeeld van geven. Je had er twee, dit is de eerste, was in 490 voor Christus, eigenlijk proper in de 5e eeuw voor Christus. En dat startte omdat er opstanden waren in Klein-Azië. En dat was eigenlijk een gebied dat zowel wat vergrieks was door die handel. En Athene, die heeft er wel mee geholpen bij verschillende stadstaten daar aan die kust van Klein-Azië, waar vroeger ook Troje lag, dat is dat gebied, aan de andere kant van de Hellespont, heeft Athene wel wat meegeholpen. En de Perzen, ja, die apprecieerden dat natuurlijk niet. En de Perzen hebben daarom ook hun oog wel laten vallen op Griekenland. En zo was eigenlijk de overlevering. Natuurlijk kun je ook gewoon logisch nadenken, Griekenland is al jarenlang belangrijk op vlak van handel, centrale ligging, dat zal er ook wel mee te maken hebben dat de Perzen daar wouden binnenvallen. En dat deden ze dus ook op verschillende manieren. En een van de bekendste slagen, of de bekendste slag misschien wel, uit de Eerste Perse Oorlog, is de slag bij Marathon. De slag bij Marathon ga ik niet helemaal volledig liggen uitweiden, maar de slag bij Marathon was eigenlijk een landing van de Perzen, die over zee kwamen met boten. Die zijn daar aanbeland in de Griekse wereld en die werden daar vooral door de Atheners op kop, echt de kop ingedrukt. Vanaf dat die geland waren, zijn die eigenlijk heel snel met een blitztactiek aangevallen en terug de zee opgedreven. Ik stel dus voor dat we ook even gewoon al kijken naar een stukje uit Assassin's Creed Odyssey dat wat gaat over de slag bij Marathon. Want ook nog om te weten, komt er ook in het filmpje, het is eigenlijk heel kort hoor, is dat het woordje marathon ook vandaag nog wel te verder leeft in die loopwedstrijd, die om en bij de 42 kilometer is, omdat na de overwinning van de Grieken is er een bode helemaal naar Athene gelopen, en dat was ongeveer 42 kilometer, en die heeft dan gezegd van, ja, we zijn gewonnen, en bij aankomst is die mens dood neergevallen. Dus ja, kijk, het is een beetje mythologisch, maar kijk. We gaan eens kijken naar een fragmentje van Assassin's Creed Odyssey, om wat meer situering te geven. Welcome, traveler, to the site of the legendary battle of Marathon. Voilà, is het Herodotus, ik wil zeggen. My name is Herodotus. And I am a traveler from Harikarnassus. I retrace the course of various events, such as wars and great calamities. I describe what I see and record what I'm told, all with the aim of providing a better understanding of why these things occur. Look for me to introduce you to many sites. It's truly incredible that such a small place would have such tremendous significance. But then again, even the tiniest pebble can send ripples through the water. So poetic. Marathon was the location of one of the greatest battles in Greek history. It was here where Athenians made a stand against the might of an imposing Persian fleet. Your visit will take you through the causes of the conflict, the battle itself, and its far-reaching consequences. I will see you again once you're through. Farewell for now. Ja, dus wij gaan heel die tour doen. Want als we heel die tour moeten gaan doen, ja, dan zijn we nog wel een tijdje bezig. Het is een hele lange. In 490 BCE, 600 Persian triremes landed on a beach 35 kilometers north of Athens. Standing in their way were 11,000 hoplites led by the prestigious Athenian general Miltiades. The Persian forces outnumber the Greeks approximately 5-1, and yet, the smaller force managed to push back their would-be conquerors. The Battle of Marathon was a major turning point in the Greco-Persian Wars,
and the Athenians' victory would be celebrated for many years. The modern-day distance running event is named a marathon in memory of a soldier from the battle who ran back to Athens to announce their victory. Though whether this is real or legend is uncertain. Voilà, dat was dus de Slag bij Marathon. Slag bij Marathon was dus heel belangrijk voor de eerste waarbij de Perzen duidelijk werden tegengehouden. Maar het is niet zo lang geduurd, maar 10 jaar voordat de Tweede Persoorlog er al kwam, dat de Perzen probeerden om terug binnen te vallen. En die is ook iets bekender, want daar heb je de bekende slag waar de film 300 op is gebaseerd, allebei zelfs, was allemaal de Tweede Perzische Oorlog. En de bekendste veldslag daarvan was de slag bij de Thermopylen, de Hotcakes wordt ook wel genoemd, waar dat de Spartanen volgens de overlevering 300 Spartanen onder leiding van koning Leonidas een gigantisch Persisch leger heeft kunnen tegenhouden. Dat is wel wat opgeklopt, want er waren niet alleen maar Spartanen, er waren ook Beotiërs en allemaal andere stadstaten. Maar de core was echt wel, ja, was wel Spartaans. Want de Spartanen die hadden toen ook een religieus feest. En die kon niet in hun leger mobiliseren, want dat mag niet tijdens religieuze feesten. En dan is Leonidas aan het orakel de toestemming gaan vragen. Heeft niet gekregen, mogelijk was dat omgekocht, dat weet nu niet helemaal. Waarom dat Leonidas zei van ja, dan ga ik maar gewoon een wandeling nemen met mijn lijfwacht. En die gaat helemaal dan wandelen naar de Thermopylen, volgens de verhalen. En dan daar met 300, dus de maximale lijfwacht, ging je dan de Perzen te lijf. Het was echt een vernauwing, een heel smalle pas, waar het Perse leger door moest. En daar is dus echt een opstropping waarin die hoplieten, dat is eigenlijk de Griekse manier van strijden met schilden en met speren, heel defensief, een heel stugge verdediging. En die Perzen die groeken daar maar niet door. Het heeft geduurd totdat er eigenlijk een verraad was van een herder. Een Griekse herder was omgekocht en die heeft een klein geitenpadje getoond door de bergen, waardoor de Perzen helemaal rond het leger konden gaan van de Grieken en dat die ingesloten waren. En zo zijn die dan eigenlijk afgeslacht. Dus de Grieken zijn wel verloren. Leonidas werd daar wel een martelaar door, want die besloot ook om te blijven, ook al wist dat hij ging verliezen, dat ze omsingeld gingen worden. En door de standvastigheid van de Spartanen hebben de Atheners en zo wel tijd gekregen, de rest van de Grieken, om zich beter te organiseren. We gaan ook eens kijken naar de omgeving van de Thermopylen, hoe dat het daar ongeveer aan toe ging. Hier zijn we dan aan de Thermopylen, de belangrijke plek waar de Perzen werden tegengehouden. Je ziet er een licht balk verschijnen, want er zit te zien en dat is Herodotos. En Herodotos is een heel belangrijke bron voor ons uit de Griekse geschiedenis, ook al is dat niet de meest betrouwbare. Want je hebt zo Herodotos en Thucydides, die twee was dan een beetje tegenover elkaar. En Herodotos is degene die zijn bronnen echt checkte. Hè. Ik maak ondertussen even dag, dat we echt in daglicht kunnen gaan kijken naar de omgeving van de Thermopylen. Hè. Dus daar heeft een close-up van onze goede vriend Herodotos. Je ziet het hier een nauwe pas en waar dat grote Perse leger eigenlijk door zijn overdaad aan manschappen zijn voordeel niet kon benutten. Want je hebt maar een smalle pas, daar kon je maar met een paar naast elkaar staan. En dan vraag je daar nu, ja, hoe diep dat je staat, dat kunnen gewoon je verse troepen wat verschuiven. Maar eigenlijk kun je daar niet helemaal je overmacht gaan benutten. Dus ook aan de zee, omdat daar ook een invasie kwam langs zee. Hè. Hier zie je dus een extra ding van het orakel. Ik had gezegd hè, dat Leonidas naar het orakel ging voor toelating om oorlog te kunnen voeren. Omdat ook dus religie overal in zat. Hè. Je moest toestemmen van de goden om ten oorlog te trekken. Terwijl toon ik even mijn klimskills. Voilà, dan zijn we boven. We gaan nu richting een monument dat in het spel verwerkt is van een leeuw. Dat je misschien daar rechts al ziet. Ik kan ook met Assassin's Creed Odyssey met de Discovery Tour die veldslag herbeleven. Maar dat is van die bewegende vlaggetjes. Dat vond ik nu wel niet zo speciaal interessant. Dus ik pak er een klein stukje uit en ik leg het zo wel een beetje verder uit. Hè. Hier zit al bij die zuilen rechts, de Dorische zuilen, dat je misschien kan opmerken. Enkel een foutje heeft hier een voetstuk. Waar de Lion of Leonidas. Er zit daar ook links onderaan een Fight for the Dead. Een verwijzing naar Patrocles, omdat die stierf in de Trojaanse oorlog, dat voor zijn lijk werd gevochten. Want dus Leonidas, de koning van de Spartanen, is hier ook gevallen. Oei, figuurlijk dan niet gewoon op zijn gezicht gevallen. Maar gestorven. En er wordt dan ook om zijn lijk zogezegd gevochten. Hè. Leonidas is ook verheerlijkt in... kijk, hertjes. Schattig. Dus, focus. Leonidas is ook vereeuwigd in de paralyticus, hè. Want daar zit ook een hoplied op.
En hier is dan dus die smalle pas. Je zag ook al een boot liggen. Want daar gaan we als volgende stapje naartoe. Dat is de restant van die invasie, zogezegd. En die heel nauwe pas, heel makkelijk te verdedigen eigenlijk. Hè. Zeker door een hoplitenleger, die zijn ook zijn naam dankt aan Hoplon, het schild, dat heel belangrijk was. Hè. Het is ook wel het verhaal van de Spartanen. Kom terug op je schild of dood. Hè. Even zien, want je hebt ook een personage dat je kunt kiezen. En dat zijn de Immortals. Even kijken, hè. Maar ik denk dat het nog niet is vrijgespeeld. We zien. Echt, hè? Aha, daar onderaan. Alexis Immortal. Dus de Immortals, dat waren strijders van de Perzen. En je noemt Immortals onsterfelijke. Niet omdat die letterlijk onsterfelijk waren, maar die waren ja, met een vast aantal. En iedere keer als er in de stierf, kwam er één in de plaats. Dus het was altijd een vaste eenheid. En dat waren de beste troepen van de Perzen. Je ziet er een boot. Even kijken wat er staat. Ah ja, Persia on the move. Even zien, hè. Ja, op een munt van daar, zo Xerxes, de leiders van de Persische overmacht. Niet echt veel extra interessant. Maar heb je wel een impressie van de omgeving die heel bergachtig is? En daar hebben we dus ook wel redelijk goed te verdedigen. Hè. Zie je hier, dat is echt de poort naar Griekenland, wordt dat ook wel genoemd. De Hot Gates. Voilà, dat waren de Thermopyles. Hè. Dus de Thermopylen was een nederlaag, want de Perzen zijn er gewoon doorgeraakt. En die zijn verder kunnen oprukken richting Athene, de andere grote concurrent of de grote speler in de Griekse wereld. Athene, de Atheners die wisten van ja, onze kracht ligt niet echt op landmacht. Dus we ontruimen de stad, we evacueren iedereen, waardoor de stad Athene geplunderd werd en vernietigd tot de Perzen. Maar de Perzen kon niet zo heel lang van genieten, want kort daarna hebben de Grieken, de Atheners vooral, hun in een hinderlaag gelokt bij de zeeslag bij Salamis. Niet in Salami, hè, met Salamis. Dat dan een hinderlaag was met boten en dat die dan eigenlijk zo allemaal, ja, heel het Persische leger, de grote Persische vloot, werd door een kleiner Atheense vloot in de pan gehakt. En dan ziet u dus eigenlijk bij Thermopylen de Spartanen als landmacht, die blonk daaruit, ook al waren de minderheid. En hier ook de Grieken, dus Atheners in de minderheid, als zeevaarende natie, blonk dan hier weer uit. Hè. Ik heb geen enkel accuraat beeld van de slag bij Salamis, want je hebt wel 300 Rise of an Empire, dat is een tweede, maar dat is nu helemaal niet historisch accuraat. Dus ik heb gewoon een kleine zeeslag uitgevochten in de Assassin's Creed Odyssey en ik ga aan de hand daarvan wat meer informatie geven over hoe dat die zeeslagen er ongeveer aan toe gingen. We gaan een keer kijken. Voilà, hier zijn we dan, van de zeeslag. Yes, Nicolaus. Ook een missie is eigenlijk altijd het doel, dus van Salamis. Hè. Je ziet nu wel dat dat Peloponnesus is, want je hebt Spartanen waar we op gaan rammen. En Atheners, de blauwtjes, moet eigenlijk altijd aan de zijkant zitten. En de zeeslag werd dus gevoerd door Atheners tegen de Perzen. Hier is dat dus niet het geval. En de tactiek, joh, dat waren allemaal bieremen en trieremen, hangt af van de rijen roeiers. Bie zijn twee boven elkaar, trie zijn er drie. En de bedoeling is eigenlijk over het nut van uw stormram vooraan, uw rostrum noemt dat, is om altijd in de zijkant van de boten te mikken en dan daar op de weak points in te rammen, om zo de andere schepen te doen zinken. En je zag misschien ook op die bootjes dat daar een oogje was, en dat oogje was ook kenmerkend voor die boten, ook al sinds Egypte eigenlijk. Toen was dat oog van Horus. Voilà, altijd in die flanken rammen. En dan met Grieks vuur was daarvoor ook, dit zijn gewoon vuurpijlen. Kun je die boot in brand steken. Vuurpijlen, historisch wel dus accuraat, hè, want ja, je kunt dat niet even met mikken, dat marcheert niet zo goed. En dan kan je dus boarden, hè. Wat Sparta vooral ook goed deed. Wat die goede landleger hadden. En dat je zien. Hier ze. Bye bye. Oh, ik vind het tof. Oei, ja. The Hammer of Justice. Kun je een beetje looten? Ja, hij rolt er ook weer bij.
Die zijn van daar juist. Al te zien dat je niet zelf in je flank geraakt wordt. Voilà, dus juist mikken op de randje. Het systeem van de rostrum, van die stormlang, bleef ook nog, zelfs bij de Romeinse tijd, een belangrijke manier om schepen aan te vallen. Want de Romeinen waren niet zo zeevarend sterk. Dus die hebben die ram wel behouden, maar daar ook een extra ladder op gezet. Dat ze kunnen laten vallen om hun landleger te overwandelen. Nu korte zitten. Wacht, ik geef het al even mee. Echt, er was er nog ergens. Er was er nog één ergens. Zeg. Aha, daar. Kijk. Cuba varen. Dat was één over Salamis. Bij Salamis werd vooral de omgeving heel goed gebruikt. Het was eigenlijk tactisch heel sterk bekeken. Omdat dat in smalle baaien was en daar werden allemaal al die persenschepen ingelokt en langs de zijkant geflankt en geramd. Dus eigenlijk, ja, dat is ook, ook vlak bij Athene. Dus dat was symbool ook heel belangrijk voor de Atheners dat die ook hun overwinning konden behalen. Want hun stad was ook net geplunderd. Hè. Nu gaan we zien dat we goed in de flank zitten. Voilà. En dus die roeiers zo vaak gedacht, want er zitten ook veel roeiers, dat die roeiers slaven waren, maar dat is helemaal niet het geval. Dat waren vooral burgers, omdat die ook heel getraind moesten zijn om zo instructies snel te draaien, snel te accelereren. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. En daarom was het eigenlijk voor de burgers, dat ook in de kust hebben gezien. Ze hebben eens bijna 68 liggen onderaan ergens. Oeh, de mei. Dat er dus ook roeiers waren, de arme burgers vooral, die in oorlogstijd dienden. En ook de taak van de burgers, voilà, kijk een keer. De taak van de burgers om tijdens de oorlog een jaar lang in het gereem uit te rusten, dus heel zo'n schip te betalen. Heb ik ook wel gezien in hoofdstuk 5. Ja, met een knuppel doe ik het niet goed. Dat is beter. Nog eentje, dan gaan we wat dramatischer doen. Voilà. Dus vanuit ook een keer een beeld gekregen van hoe zo'n zeeslagen eraan toe gingen. Natuurlijk, je hebt er altijd wel een beetje aanpassing van het spel zelf. Dat is niet helemaal historisch, onder perfect. Maar qua principe van het rammen en zo komt er wel goed in naar voren, want dat is ook zo best lam is. Voilà. Schoon, hè? Dus omdat dan bij Salamis dat grote invasieleger ook via zee werd geblokkeerd, bleef er gewoon een restleger over op het Griekse vasteland van de Perzen. En dat moest ook nog altijd verslagen worden, want die waren nog altijd lelijk aan het huishouden in de Griekse wereld, plunderden heel veel, waardoor die Grieken nog meer solidair werden met elkaar. En had je een hele alliantie van Griekse stadstaten ongezien, die zich verenigden en bij Plataea de laatste grote veldslag uitvocht. En daar waren de Spartanen bij in zijn volledigheid om wraak te nemen voor een koning die was gestorven. En dus bij Plataea zijn die Perzen voor een laatste keer verpletterend verslagen dan en hebben die zich definitief moeten terugtrekken. Ook daar gaan we even kijken naar de omgeving van Plataea, hoe dat ook zo'n Grieks fort er mogelijk uitzag tijdens die periode, woelige periode van de 5e
eeuw. Dus hij, die slag bij Plataea betekent het einde van die invasie van de Perzen, hè, en de Tweede Perzische Oorlog. We gaan eens zien. Volasse, hier zijn we dan. Je ziet er bovenaan Fort of Plataea. We zijn hier dus in het door oorlog geteisterde Plataea. Je ziet onderaan hier al een fort. Het was hier dan dat een coalitie van de Griekse stadstaten de Perzen kon buitenhouden. Dus ook met slecht weer, wat extra dramatisch. Maar het is dus op deze plek dat de Grieken hebben geprobeerd om de invasiemacht tegen te houden. Dat zie je ook hier aan de battle plans. Dat je, voilà, nu zie je verschijnen. Dat daar heel veel kleurtjes zijn bij die Grieken, dus aan de linkerkant. Omdat dat een coalitie was van solidaire stadstaten. En de Perzen, ja, dat waren gewoon de Perzen. Maar die op zich waren ook van alles nog wat door elkaar. Voilà, hè. Dat was het. Plataea. Gaan we terug. Dus nu de Perzen volledig waren teruggedreven en de invasie was gestopt bij de Tweede Perzische Oorlog, was er even wat ademruimte voor de Grieken. En vooral dus ook Athene mikte wat op van, ja mannen, moeten we wel zien dat we ons kunnen beschermen tegen volgende invasies. Dus die begon zo wat een verbondschap op te richten, de Delis-Attische Zee, want noemde dat met eiland Delos en gewoon de regio Attica, waar Athene de belangrijkste stadstaat is. Maar Athene gebruikt ook wel het geld van die Delis-Attische Zeebond, niet alleen voor de verdediging, maar ook om de Acropolis helemaal op te bouwen, ook wel herop te bouwen. Want de stad was geplunderd tijdens de Persische invasie daar, tijdens de Tweede Perse Oorlog. En die Acropolis is een thema dat in een ander filmpje, dat hier nu na gaat komen, mega hard aan bod komt. Want het is ook een cursus, en dat is ook wel bekend voor het Parthenon, dat vandaag nog altijd keiveel toeristen lokt, en het grote beeld van Athena, dat er vandaag wel niet meer staat. En dus eigenlijk, ja, de oorlog met een externe vijand was gedaan, en dan zie je heel snel dat de Grieken terug zich tegen elkaar beginnen keren, dat die Delis-Attische Zeebond, waar Athene zich in heeft vastgezet met dan vooral die eilanden daar rond en de kustzones, dat Sparta dat zie je als bedreiging en daarom de Peloponnesische Bond opricht. Met dus eigenlijk, ja, Beotie als grote stad staat, Thebe zit daarbij, Delphi zit daarbij, eigenlijk vooral de regen van Arcadia. En Sparta neemt daar wel eens voortouw. En die twee verbondschappen, die staan ook dus in principe, het militaire Sparta en het wat meer progressieve Athene, staan ook daar weer tegenover elkaar. En dat is dan weer een teken van rivaliteit. En het zijn die Peloponnesische oorlogen die lang gaan aanslepen en ervoor gaan zorgen dat de Griekse wereld zodanig verzwakt wordt dat het zijn einde gaat kennen. Want de Macedoniërs, onder leiding van Alexander de Grote en zijn vader Philippos II, die staan te springen in het noorden om binnen te vallen en de Griekse wereld over te nemen. En dat is dan ook hoofdstukje 6. Eigenlijk die 5e eeuw dus een heel belangrijke, toonaangevende periode. En het Hellenisme komt daar dus allemaal nog na, hè? Dat je situering wat kent. Dus een besluitje, je hebt eigenlijk vooral rivaliteit tussen de Griekse polis, tenzij bij externe dreiging van de zogezegde barbaren. En het voorbeeld dat we nu hebben gezien waren de Perzische oorlogen, maar later ook bij de Macedoniërs bij hoog succes gaan we zien dat de Grieken nog eens gaan proberen om ze allemaal te verzamelen, om die Macedoniërs buiten te houden, maar ze zijn te verzwakt door die Peloponnesische oorlogen. En dus eigenlijk, in de Griekse wereld is zo traditioneel wat Athene tegenover Sparta. Er waren ook andere stadstaten waarmee werd gevochten of waartussen werd gevochten, maar die twee staan zo wat tegenover elkaar, omdat die ook wel qua principe nogal uit elkaar liggen. Hè. De open en gesloten polis, die twee, zijn toch wel qua karakter redelijk anders. Goed, merci om te kijken en ja, ciao.